Hallo sappige leerlingetjes van Justice Perkament, welkom bij een nieuwe vlog op ons kanaal. Dit is een update vlog en ik wil jullie een paar dingen vertellen. Ten eerste, we hebben 80 abonnees vanmorgen. Ik heb vanmiddag, ik denk nog later in de middag nog gekeken. 75 abonnees, ik denk, oké, we zijn nu, ik weet nog dat ik begin van deze maand had ik er 70. En toen dacht ik van, oh, dat gaat snel opeens 5 erbij, weet je wel, na in een week of in 2 weken. En ik weet zeker, vanmorgen heb ik nog gekeken, 75 abonnees en nu 80. Het is gewoon, ik ben echt super blij. Ik hoop dat de mensen die erbij zijn gekomen ook het leuk vinden op ons kanaal. En dat ze blijven van worden wat ze zien. Ik had een paar updates voor jullie. Dat is de Pokémon Pearl serie is natuurlijk nu bezig. Als die af is, wil ik aan Pokémon Y 2 gaan beginnen. En ik weet dat Blitz, als je kijkt, dat je graag die fanmade game wil zien. En die gaat ook komen. Alleen ik wil eerst de gewone games een beetje gaan spelen. En dan eraan fanmade beginnen. Want ik weet dat bij Insurgents en bij Flora Sky, Ash Gray, ben ik allemaal zeg maar gestopt halverwege. En dat wil ik niet met die serie. Omdat je die graag helemaal wil zien. Dus ik wil eerst de hele series afmaken. En dan ga ik daarna beginnen aan dat soort series. Ten tweede, uploaden we natuurlijk Mario Bros. Die is nou vandaag helemaal geüpload. Heb ik van, ik denk een uurtje geleden gedaan. Ik ben nu al bezig met het maken van een compilatievideo. Die komt eerst nog online. En dan beginnen we met Super Mario World volgens mij de eerste. Justin en ik. Wow, dit wordt zwaar. Ik verander hem even. En voor de rest gaan we nu nog verder met, denk met Harry Potter Let's Race. Doe ik samen met mijn zusje. Het enige probleem daaraan is dat zij dus om de week hier is. Dus ik die niet altijd kan opnemen. Maar ik vind het wel een hele vette game. En misschien, heel misschien, ik weet niet of ik dat ga doen. Maar dat ik die twee parts offline gooi. En dat ik in mijn eentje ga beginnen met Harry Potter doen. Want dan kan ik het meer opnemen. Maar dan moet ik nog een beetje communiceren of ze het echt wil blijven doen. Want als ze het wil blijven doen, dan gaan we gewoon die Let's Race volhouden. Voor de rest, Pokémon Shiny Leaf Green Randomizer gaat denk ik niet meer door, want we zijn de save-file kwijt. En dat is echt heel naar, want we vonden het echt een vette serie en we wilden er eigenlijk nog mee doorgaan. Dus we zijn nog steeds op zoek naar die files, maar we kunnen het nergens vinden en we snappen er echt niks van. Want we weten zeker dat we niks hebben verwijderd. En dan wou ik nog vertellen, ik weet het eigenlijk niet. We doen sinds kort met Facecam, wat jullie waarschijnlijk wel hebben gezien. Wat nog niet altijd helemaal werkt, maar we werken er wel een beetje aan om dat een beetje goed te krijgen. En ik weet dat wij nog iets anders doen. Oh ja, ik heb de thumbnails helemaal veranderd. Misschien de mensen die al wat langer op ons kanaal zitten, hebben dat al gezien. Die thumbnails, die waren eerst gewoon random thumbnails. Gewoon een plaatje van een ding en dan met een cijfer erbij. En nu hebben we ons eigen stijl aangegeven, waardoor jullie makkelijk kunnen zien dat het een video van ons is. En ja, voor de rest is het allemaal goed. Mochten wij nou de 100 abonnees halen, waar ik dan super blij mee ben, dan gaan wij de Bean Boozled Challenge doen. In ieder geval ik. En mijn zusje wil ook heel graag meedoen. Misschien kan Justin ook nog fixen. En dan gaan we met z'n drieën die Bean Boozled Challenge doen. En dan hebben jullie weer een leuke video om naar te kijken. Dus roep al je vrienden en laat ze op ons abonneren. En dan hopen we dat we de 100 abonnees snel zullen bereiken. Ik weet niet of dat gaat gebeuren, maar als het in dit tempo gaat, dan gaat het heel snel gebeuren. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken en ik zie jullie de volgende keer weer. Adios, amigos.